avond. Oh ja, zijn er ergens plaatsen? Nou, het is de bedoeling dat u staat of het loopt, alleen als u slechte been bent. Ik kan niet langer dan 3 minuten staan vanwege mijn heup. Ga maar even om de opstelling hier voor het publiek. Ja. Mensen zitten op stoelen, maar er zijn onvoldoende stoelen. Dus er moet ook een aantal mensen blijven staan. Ja. En u bent een van die geen stoel heeft, maar u heeft hier een plekje op de trap bemachtigd waar ook de muzici straks gaan musiceren. Ja, maar ik ben binnengekomen, er is goed voor me gezorgd, want ik kan inderdaad niet staan. Dus ik mag hier op het bankje zitten. En ik vermaak me prima. En, ik kijk ook met veel belangstelling uit naar het concert. Het is natuurlijk een heel bijzonder concert. Ik ben ook benieuwd naar de nieuwe omgeving die gekozen is voor dit concert. Het was dus aanvankelijk bedoeld om het aan de buitenkant te doen, bij de Wolwevershaven. En ik neem aan dat het hier ook een mooi alternatief zal worden. Hè? Ja. Dus even behelpen. Ja, ja, ja. Improviseren. Ja. Okay. Veel plezier. Oké, dank u wel hoor. Het is wel een bijzondere opstelling zo, hè? Ja, heel bijzonder. Zit u nou eerste rang of? Ik heb geen idee of ik eerste rang zit, maar ik zit hier goed, denk ik. Hoop ik. Omdat ik zelf ook klassiek ben opgegroeid met de piano, met Bach. Ik vond het heel inspirerend, want ik zeg net tegen mijn dochter. Ik denk dat ik dadelijk een riedeltje op de piano ga spelen van Bach. Met ook zo lekker iets ertussendoor. Welk instrument heeft u gespeeld? Trompet. Was dit voor het eerst dat u op deze manier een stuk moest spelen? Het is voor mij de eerste keer dat ik zo'n project heb gedaan, ja. En hoe is dat bevallen? Prima. Het is alleen een heel ander soort muziek wat ik normaal speel.
En ja, het leuke vind ik dat je bij de professionals optrekt en dat je daar ook wat van leert. U zat, dacht ik, een beetje onder de, ja, onder de dirigent, zou u geloof ik, hè? Ja, klopt. Maar dat, eigenlijk, de dirigent is het middelpunt van het gebeuren. Dus ik zat op de goede plaats en het kwam allemaal om me heen en ik had echt het gevoel dat het, het had met water te maken. Ik voelde me echt op de bodem van de zee en over mij heen gebeurde het. Sie bleiben stets gleich. En ja, het begon, ik had een beetje de associatie met walvis in de verte die zo als die toeters zo links en rechts om me heen kwamen. En dan aan het einde toe ging het echt als een, ja, een zee van Bach die inderdaad aan het einde over je heen komt. Maar in het begin was het, had het voor mij meer diepzee en aan het eind was Bach. Ik vond het prachtig. De allereerste. Hoe laat stond je hier al? Nou, ik stond samen met twee, drie anderen stond ik hier voor het eerst. Heel toevallig. Nog nooit gebeurd eigenlijk, maar nu toevallig wel. Dus. Ja. En grote fan van René van der Grijp? Nou ja, fan niet zozeer, maar omdat het toch een Dordtenaar is. En toch om hem eens een keer in het echt te ontmoeten natuurlijk. Ja. U staat hier in de rij en het is een hele lange rij. Wat komt u doen? Nou, ik kom voor het boek van der Grijp. Hè? Ja, ja. Zo'n voetballiefhebber? Ja, ik ben wel een voetballiefhebber. Ja. Ja, en ik wilde een uniek cadeau voor iemand. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen vandaag. Ja. En nu staat u in de rij, je moet lang wachten. Het is het allemaal waard. Jawel, tuurlijk. Zometeen een knipoog van hem krijg, vind ik het allemaal goed. Het eerste boek, Grijp, heb je dat ook gelezen? Nee, dat moet ik helaas nog doen. Daar ben ik hem wel een beetje schuldig. Maar... Dus je bent eigenlijk in gebreken gebleven? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ga nu allemaal inhalen. Ja, dat zeker. Dat sowieso. Bent u zo'n fan van René van der Grijp? Altijd geweest, ja. 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 Wat vindt u zo mooi aan hem? Nou, ik vind zijn humor, zijn uitstraling en vooral bij Voetbal Insight. Hè. U bent ook een beetje fan van hem omdat het een Dordtenaar is? Ook dat, ja. En ik was vroeger al fan van zijn hele familie, hè. Al zijn ooms. Die speelden in hem. Over Manus, Willem en Janus, Cor. Janus. Ja, en ja. Freek. En Wim, dat was zijn vader. Ja. Ja. En Cor. En Cor natuurlijk. Ja. Nog steeds de topscorer van Feyenoord. Hè? Van alle tijden, hè? Van alle tijden, ja. Ja. En die leeft nog. Ja. Ik weet het. Ja. Ja. Het is nog een krasse oude man. Ik heb ooit het genoeg gehad om één keer tegen zijn vader te voetballen. Want die speelde bij DHC in Delft. Ja. En die stopte daar. Maar toen was het semi-prof voetbal. Dus dat werd weinig betaald. Hij werkte nog gewoon. En we moesten voetballen tegen de meterfabriek. Ik zeg, wie komt daar nou? Ja, dat is Wim van der Grijp. Maar ik kon er helemaal niks van. En dan zei ze, gaan we in de achterhoede spelen. Lopen lekker voor de poten, weet je wel. En hij kwam bij me staan, want hij had het al gezien. Ik had een slechte avond, man. De andere morgen zag ik paars van mijn enkels tot aan mijn heupen. Niet omdat hij gemeen was, maar hij was spijkerhard. Goed. Maar het was een hele... Na afloop gingen we wat drinken. In de kantine was nog in de oude Windhonderpolder. En hij zegt... Volgende keer weer, ik zag achter elkaar Wim, maar toen heb ik maar afgebeld. Zeg, ik heb een beetje griep. Grijpie, wat ben je laat vandaag? Nee jongen, we waren dik op tijd man. Even kijken, Michel gaat wat inschrijven. Voor wie is het boek? Voor jezelf? Ja, hier voor Michel. En hoe heet u? Arno. Arno. Arno, we hebben de dek. En dan komen we hier ook tegen, Margaret Stolk. Niet toevallig denk ik. Nee. Ik denk, ik ga toch even bij mijn neef kijken hoe het signeren van het boek gaat. Ja, want René is jouw neef uit de voetballende familie. Hoe zit die lijn precies in elkaar? Nou, mijn moeder en zijn moeder zijn zussen. Dus ja, wij zijn neef en nicht. Goed. En dus neef en nicht. En ja, Dordtenaar in hart en nieren. En binnenkort komen jullie ook in een radioprogramma. Alleen de datum moet nog vastgesteld worden. Ja, dat klopt. En hij heeft toegezegd dat we dat gaan doen. Oude Pik, in Studio De Wit.
ochtends, hè? Ja, dat is inderdaad 's ochtends, maar dat gaat wel goed komen. En misschien een keer 's avonds, maar dat... Eén keer in dit jaar Studio de Wit 's avonds, ja. Hé, hey, nou is het toch gebeurd. Mag eens even kijken wat hij geschreven heeft? Ik ga het even naar de camera laten zien. Nou, Sander, veel leesplezier. Dat moet door dubbel leesplezier voor jou worden, ja, of niet? Zeker. Ja. Het eerste boek nog, dus dat gaat er zeker goed komen. Veel plezier dit weekend. Ja, dank je. René, jullie zijn een tour aan het maken door Nederland. Woensdagbron in Rotterdam. En, klopt, ja. En vandaag Centraal Station Utrecht. Waar eindigt die tour? Nou, die eindigt hier. En dan gaan we nog even door maandag, dinsdag, woensdag. En dan, maar dan zit het er wel op, hè. Is het weer een gekhuis? Ja. Ja, het is wel druk. Het is wel druk. Maar ook in Utrecht moest je het hele station afzetten. Dat was nog nooit gebeurd, geloof ik. Een hoop mensen dachten aan een aanslag, maar... Van de geipisser. Sorry, meisje. Ja. Michel, ook jou even vragen. Het vorige boek kwam uit de lucht vallen. Hier heb je hard aan moeten werken. Ja, het vorige boek heb ik ook hard aan gewerkt, hoor. Maar René zei van de week iets anders tegen mij. Ja, maar je moet René niet geloven als hij dat zegt. René niet geloven? Ik nergens van. Nee, het was wel hard werken, ja. Want het is best wel moeilijk om een deel 2 te maken. Maar het is gelukt. Hij ligt er. En de mensen zijn er blij mee tot nu toe. Ja. Voor wie nog niet? R-O-D-M-E, Griekse ei. Ik ga gewoon door met mijn werk, ja, hè? Dat verwachten de mensen niet anders van je. R-O-D. Niet te stoer zijn te zijn. Ja. Veel succes en jij kan naar huis toe lopen, hè? Ik ga dadelijk op mijn gemakje naar huis lopen, ja. Goed. Zeg, jongen. Geniet ervan. Perfect. Ja. Nicky, je bent hier bij je vader die aan het tekenen is, René van der Rijp. Hoe is dat voor jou zo, nu hij hier heel erg druk mee is? Hij is wat minder thuis af en toe en hij heeft wat drukker, maar voor de rest is het niet heel erg speciaal. Nee, het is niet speciaal, want je bent wel... Ja, het is wel speciaal, maar het is niet dat ik alsof heel iets anders moet gaan doen thuis. Ik heb gewoon, alles gaat gewoon weer verder normaal. En je vader is natuurlijk ooit met voetballen begonnen, bekend geworden. En wat voor sport doe je eigenlijk? Want je hebt hier wel een Italiaans shirt aan. Ik voetbal zelf ook bij Dubbeldam. Bij Dubbeldam. En wat voor plek? Op middenveld. Dus toch een beetje in de buurt waar je vader ook speelde? Ja, in de buurt. In de buurt. Hey, maar het is natuurlijk voor jullie wel het een en het ander veranderd, zo de afgelopen tijd. Dus in het boek komt dat ook al tot uiting. Maar hoe is dat nou voor jou, als ik dat mag vragen? Ja, tuurlijk is het allemaal heel erg veranderd, maar uiteindelijk gaat het leven gewoon weer door. En ik doe allemaal dingetjes die ik eerst ook gewoon deed, maar het is alleen een beetje veranderd. Ja. Het is gewoon 's ochtends wakker worden samen met je vader in huis. Ja, maar ja, nu wordt een broodrommeltje niet klaargezet. Nu wordt dit niet gepakt, nu wordt dat niet gepakt. Ik moet iets meer zelf gaan doen, maar ja, daar ben je vanzelf aan. Nou, vertel je nou, moet je zelf je boterhammetje klaarmaken? Ik sta niet om 7 uur op om je broodrommeltje klaar te zetten. Dat echt weer niet. Maar het is wel gezellig zo samen. Ja, tuurlijk. Hoi, goed je zo. Hallo. Hey, man. Kan je er nog in bijschrijven? Iets van, wat je wil. Voor die oude pek of zo. Even. Voor die oude. Ja, nou, is altijd goed. Het is gebeurd, het boek is gesigneerd. Ja. Wat heeft hij geschreven? Is goed. Hey, mannen. Veel plezier ermee. Op mijn verzoek trouwens, hoor. Voor de oude pik. Ja. Zo noemt hij me af en toe. Oude reus of oude pik. Ja. En? Oh, hartstikke leuk. Ik word pas boos als die meneer tegen me zegt. Ja, ondanks de hoed. Ja, misschien dankzij de hoed. Dat kan ook. Dankzij de hoed. Ja. Dus het weekend nu gaan lezen? Ja. Ja, want ik had het nu. Het eerste boek heb ik ook. En dat vond ik een heel goed boek. Maar dit schijnt wat meer van zijn innerlijk te laten zien. Hè? Ja, een moeilijke periode die doormaakt. Ja, dat weten we allemaal. We hebben dat uitgebreid gehoord, gelezen, gezien. En dat gaan we nou lezen. Nou, veel leesplezier. Dankjewel. Zetel van lafheid.
geen opera. Absoluut niet. Het is een koor, dat is orkest, er is één zangeres en die vertegenwoordigt de stem van de hoop en van het klagen van de wereld. Het is een werkrepetitie. Wat verwachten jullie hier nou van? Een doorloop die waarschijnlijk af en toe gestopt gaat worden. Ik begreep net van de uitleg, het is geen opera, hè? Nee. Ja, Cilia maakt natuurlijk wel vaker muziektheater, dus op zich wordt natuurlijk niet altijd alles aan elkaar gezongen. Dus ik ben heel benieuwd. Er zijn er twee acteurs. Het is eigenlijk meer een theatraal hoorspel en het is dus geen opera, want in een opera zingen mensen alle tijd door het verhaal, maar het verhaal wordt gedaan door twee acteurs. Een soort hoorspel. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik laat het lekker over me heen komen. Verder hebben jullie gezien dat je kan kiezen of je in die gang gaat zitten of in die gang. Dat maakt verschil, want niemand ziet hetzelfde. Maar het kan dus zijn dat je een tijdje alleen maar hoort en dan denkt, wat is dit? Nou, dat is de bedoeling. Dat was een stukje van de repetitie, want we hebben niet het hele stuk al kunnen zien. Maar wat is jouw eerste indruk? Ik vond het heel, zeker het eind met die leuzen kreeg ik er letterlijk koud van. Ik heb wel vaker bij stukken ook van Cilia dat het me echt wel naar de keel grijpt. En tegelijkertijd denk ik ook, is het maar een soort
ja, kunstzinnig topje van de ijsberg van ellende. Dat we dat denk ik hier helemaal niet voor kunnen stellen hoe dat is. Ik vind het heel mooi gedaan, met bijna niks. Daar vindt Cilia ook echt kei in. En het grijpt je wel echt aan. Ik vond zeker ook het begin met dat regime, zeg maar, met die vlaggen hier in het midden. In tegenstelling tot alleen die stem van Marieke, zo heel alleen, vond ik heel mooi. En ook het einde weer, bijna militaristisch, dat zo'n dirigent hier... ja, op je inschreeuwt bijna. Maar ik vind het heel mooi dat de dat je dus ook wel een beetje irritant hoor, dat je niet alles ziet. Maar tegelijkertijd, inderdaad, er is natuurlijk geen één waarheid. Dus je krijgt ook inderdaad een soort flarden van beeld en geluid. Wat het ook wel versterkt, denk ik. En het paranoia, zeg maar, dat je niet weet waar iemand vandaan komt of wat er vandaan komt. Vind ik ook heel mooi gedaan. Ook weer, nou ja, en in het beeld van de vluchtelingen ook zelf. Ik vond het heel mooi op een gegeven moment... waren hier wat spullen achtergebleven en renden ze weg om letterlijk te vluchten. En dat er dingen vielen en bleven liggen. Dat je denkt, ja, wat is dan, wat neem je mee en wat laat je voor wat het is? Ook een record met de langste tafel van wijnflessen. En dat zijn allemaal tafels met prachtige wijnflessen en tafels met flessen van Graaijenever, van Rutte. En die kun je allemaal kopen eigenlijk ook voor een prikkie, want ze kosten maar €150. Je kunt er met 10 man ruim aan zitten. Dat is natuurlijk geweldig. Dus je moest €150 betalen om aan een tafel te kunnen zitten? Nee, om een tafel te kopen. Dan krijg je de tafel gewoon mee naar huis. Maar die moet je straks mee naar huis nemen? Ja, nou, ik denk dat die thuis bezorgd worden, want ze zijn heel zwaar. Nee, om tafel te zitten moest je €49,50 betalen. Maar dan kreeg je dus een sterrenlunch van chefkok Erik de Loo van Loon, die een 2-sterrenrestaurant heeft in Rotterdam. Het is behalve een recordpoging ook iets voor het goede doel. Hè? Kun je eens even vertellen, wat is nou het goede doel? Nou, er zijn twee goede doelen. Dat is de Stichting Voorleesexpress en Stichting Via Lumina. Nou, Voorleesexpress is om het bevorderen van lezen bij jonge kinderen die niet voorgelezen worden en die een leesachterstand hebben. En de Stichting Via Lumina zet zich in voor jongeren, kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische achtergrond. De basis van het record is een tafel gemaakt van meer dan 50%. Flessen wijn of flessen jenever. Dus de firma Rutte doet er aan mee met de jeneverflessen en de wijnhandel doet er aan mee met de wijnflessen. En die records zijn allebei gelukt, dus we hebben twee certificaten uit mogen reiken vandaag. Wat kun je daar nou mee als organisatie met zo'n certificaat? Ja, het is natuurlijk een geweldig marketingtool als je het goed gebruikt. Maar het is een prestatie, hè? Het is natuurlijk niet niks. Er zitten weken en maanden van voorbereiding in zoiets. Dat is heel knap. U inspecteert geregeld dit soort recordpogingen? Ja, wekelijks. Wekelijks? Ja. Sneuvel er ook geregeld recordpogingen?
de sneuvelen. Ook soms duurt het maar een dag. Zitten de mensen ook gewoon te wachten totdat ze hem kunnen verbeteren. Ja, dat gaat soms heel erg snel. Meneer de Salist, is het een beetje dankbaar voor het publiek? Ze vinden het wel prachtig. Ja. Ze zijn allemaal aan de drank. De tafels vinden het heel mooi. En de rest heeft denk ik niet zoveel idee van wat er hier is. Ze zijn allemaal aan de drank, hè? Ja, nee. Rustig aan. Ja. Maar dat is leuk inderdaad. Ze komen af en toe vandaan, komen ze hierheen gelopen om even te komen luisteren. Ja. Dit is niet een record wat een ander record heeft doen sneuvelen. Het is een nieuw record. Het is natuurlijk afhankelijk hoe wordt het geformuleerd. Maar de richtlijnen voor dit record zijn nu vastgelegd. Dus nu kan dit verbeterd worden. Hoeveel heeft het tot nu toe opgebracht, het hele evenement? Nou, daar zijn we nog niet helemaal zeker van. Dat weten we nog niet precies. We zijn ook nog niet klaar met de veiling, dus we gaan zo straks vrolijk door. Maar ik begreep, er zijn al 10 tafels verkocht. Er zijn in ieder geval al, ik geloof, 15 tafels verkocht, ja. Aan 150 euro? Aan 150 euro. Ah, dat kom ik op een dikke 2.500 euro zo'n beetje uit. Ja, ja, ja. En die moeten we natuurlijk delen met de Stichting Voorlees Express. Hè? Ik ben van de Stichting Via Lumina. Dat is toch een mooi bedrag. We zijn er hartstikke blij mee. Zeker nu de structurele subsidie van de gemeente is weggevallen voor zoveel stichtingen. Ja. Dus wij kunnen het geld heel goed gebruiken.